Hans Scherpenzeel, de nieuwe raadsgriffier. Vertel eens, waar komt u vandaan? Ik woon op dit moment in Dordrecht. Wij zijn heel druk bezig om ergens in de buurt een huis te zoeken, want we willen graag deze kant op verhuizen. Voor een heleboel mensen zal het toch wel zijn een raadsgriffier. Vaag, denk je, wat is dat? Wat is dat nou eigenlijk, een raadsgriffier? Het is de rol van mij en gelukkig niet alleen van mij, want ik doe dat samen met mijn team, de Griffie, om de gemeenteraad te ondersteunen. De minister heeft in die tijd bedacht dat het goed was om de raad en het college een beetje uit elkaar te halen. Dus dat een gemeenteraad ook gewoon eigen ambtenaren hebben, zodat ze beter het college kunnen controleren. En ik weet toch ook wel dat de raad eigenlijk de baas is in de gemeente, hè? De gemeenteraad is zeker het hoogste orgaan. Zij gaan ook over waar het geld naartoe gaat, hè. Dat is een heel belangrijk recht voor een gemeenteraad. Daarmee kunnen ze sturen en kunnen ze richting geven. Ze moeten als het ware de kader stellen, de stip op de horizon waar het schip naartoe moet varen. En vervolgens gaat het college met alle ambtenaren in het gemeentehuis gaan ze dat allemaal uitvoeren. Kijk. Maar de raad bepaalt waar het heen gaat. Ja. Voordat u hier naar Almelo kwam, waar hebt u toen gewerkt? Ja, ik ben al een tijdje griffier vanaf 2003. Toen was ik plaatsvervangend griffier in Dordrecht, waar ik dus ook nog steeds woon. Vervolgens heb ik 10 jaar griffier geweest in Goes in Zeeland. En de afgelopen 6 jaar in Schiedam. Ja, zeg maar, waarom nou juist Almelo? Ja, voor mij is dat vanzelfsprekend, maar dat snap voor ik, u? Dat snap ik. Nou, wij wilden heel graag weer terug richting het oosten verhuizen. Ik kom zelf niet uit Twente, maar wel uit de Achterhoek. En dus wij wilden deze kant weer op, al een tijdje, veel langer dan dat Almelo op zoek was naar een nieuwe griffier. Nou ja, dan ga je eens om je heen kijken en toen kwam Almelo vrij. Dus dan ga je in gesprek en toen bleek dat ze elkaar, aardig en interessant genoeg vonden om mij te benoemen tot griffier. Is het niet een uitdaging om om raadsgriffier te worden van een raad van 15 partijen voorlopig? Ja, je ziet het veel meer in Nederland. Het aantal partijen in eigenlijk alle gemeenteraden neemt toe. En dat zie je in Den Haag natuurlijk ook. In de Tweede Kamer komen ook steeds meer fracties. Dat noemen we een beetje de fragmentatie in de politiek. En ja, dat maakt het soms wel wat moeilijker om iedereen bij elkaar te krijgen, ervoor te zorgen dat iedereen hetzelfde wil en hetzelfde doet. Aan de andere kant, ach ja, dat is ook de afspiegeling van wat de kiezer wil. Raadsleden zijn volksvertegenwoordigers, dus blijkbaar is het volk ook verdeeld. En dan is de volksvertegenwoordiging dat ook. Dus ja, het is een uitdaging, maar geen uitdaging die we niet aan kunnen volgens mij. Ah, nou zo mag ik dat graag horen. Want wat voor plannen hebt u voor de toekomst? Nou, ik zie de Raad van Almelo functioneren en ik ben nog niet zo heel lang binnen, vanaf 9 mei om precies te zijn. En ik zie dat ze heel erg veel tijd, met name zeg maar, in het stadhuis zitten. Waar je als volksvertegenwoordiging volgens mij toch ook veel in de stad moet zijn. En dat zijn ze ongetwijfeld ook wel, maar dan wordt het wel een hele drukke baan. Dus ik denk dat het goed is als we eens gaan kijken hoe we die balans wat beter kunnen brengen. Dus raadsleden meer in de stad en minder in de raadzaal. Meer in contact met degene die op ze stemmen natuurlijk. Uiteraard, ook, uiteraard. Ja. Ja. Ik heb zelf niet het idee dat ze die contacten helemaal niet hebben. Maar ik denk dat we dat nog meer ook als raad als geheel kunnen doen. Hè, nu zijn er contacten van de ene fractie met inwoners of een andere fractie met inwoners. Maar je zou ook gewoon als raad als geheel eens kunnen zeggen, laten we iedereen die wat vindt van een voorstel waar de raad iets over moet hebben, uitnodigen om gelijktijdig te komen. Om te kijken of we gewoon nog een groepsgesprek kunnen voeren. Dat soort zaken zit ik aan te denken. Je kan bijvoorbeeld als gemeenteraad vergaderingen organiseren veel meer in de stad. Dus buiten het stadhuis, als er bijvoorbeeld ergens in een wijk of in een dorp wat speelt, dan zou je daar kunnen gaan vergaderen. Dat maakt het dan een stuk makkelijker om naar zo'n vergadering te gaan en daar je mening te geven. Ja. Dat is al een veel eenvoudigere. Verder kunnen we ook gewoon als raad zelf de initiatief nemen om mensen uit te nodigen. Dat deden we altijd al wel, maar dat is de afgelopen 2 jaar door corona gewoon niet zo uit verf gekomen. Dus ik denk dat we daar ook nog heel veel kansen hebben om dingen te doen. En dan kunnen we dat langzaam gaan ontwikkelen en te kijken of we misschien inderdaad nog bij meer formele podia terechtkomen. Maar dat is allemaal voor de toekomst. Dat is te vroeg om nu te zeggen, dat gaan we doen. Uw optreden is eigenlijk vaak achter de schermen, hè? Ja. Als je veel van een griffier ziet, dan is het vaak is er iets aan de hand. Ja. Ik ben op 24 mei zelf beëdigd in de gemeenteraad en vervolgens maar meteen naar de burgemeester gaan zitten. Dus ik ben al wel achter de schermen bezig. Volgende week hebben we raadsvergaderingen waarin het collegeakkoord of het conceptcollegeakkoord besproken gaat worden. En dan gaan we de dag daarna ook wethouders benoemen. Dat is ook altijd wel een belangrijk moment in een collegeperiode. Ik wens u veel succes. Dankjewel.